Dames en heren, ik heet u van harte welkom bij de raadsvergadering van de gemeenteraad van Ommen. Fijn dat u de weg hier naartoe heeft gevonden. Natuurlijk hartelijk welkom aanwezig op de publieke tribune en voor de mensen die het thuis volgen via het digitale kanaal. Wij hebben een bericht van verhindering van de heer Middelkamp en de heer Wind. En overigens zijn alle andere leden van de gemeenteraad aanwezig. We hebben niet zo'n uitgebreide agenda. Dat is ook heel goed omdat ik inmiddels nog 1% van mijn batterij over heb van de iPad. Dus ik vrees dat ik straks even links en rechts mee moet gaan kijken. Maar dankjewel. Het begint met de vaststelling van de agenda. Oh, kijk, de griffier ook. Laat dat geen aanmoediging zijn om het heel laat te maken, overigens. Maar... Kunt u de agenda zo vaststellen? Dan doen we dat als zo. Dan kom ik bij het vragenuur. En er is één vraag aangemeld. Excuus. Ik moet tegenwoordig voorlezen met mijn zoontje en die bestraf ik altijd als hij woord vergeet. Maar dat geldt nu ook voor mijzelf. Vraag een half uur. Er is één vraag aangereikt door de fractie van de LPO. Die nodig ik graag uit naar voren, de heer Bongers. Kijk, dank u wel, voorzitter. Voordat ik met de vraag begin. We hadden van de week een uiterst zinvolle en leuke bijeenkomst over duurzaamheid en energiebesparing. En gezien de airco die hier toch op volle kracht staat te draaien, zou ik toch willen verzoeken dat daar iets op gedaan wordt. Dan hebben we een synergetisch effect. Een energetisch effect, hoop ik. Goed, voorzitter. Vraag half uur. Aanleiding is de financiële afwikkeling vernieuwbouw Verdal College in Ommen. Voorzitter, nu het Verdal College inmiddels beschikt over een volledige HAVO-VWO-opleiding en het mede heeft geresulteerd in een aanzienlijke toename van het aantal leerlingen, is de lokale partij met het college verheugd over het gereed komen van de vernieuwbouw van het Verdal College. Op deze wijze levert het Verdal College een belangrijke bijdrage aan de toekomst en de leefbaarheid van Ommen. Wel heeft de LPO een aantal vragen naar aanleiding van de raadsbrief over de financiële afwikkeling van de vernieuwbouw van het Verdal College. En wel, 1. Wat is het exacte voordeel als gevolg van het zogenaamde schatkisbankier op jaarbasis? 2. Wat is de exacte schade als gevolg van de aanwezigheid van asbest verborgen in de constructie? En wanneer is dit geconstateerd en heeft u de raad geïnformeerd? 3. Op welke wijze heeft de gemeente het inkoopproces geborgd? In het bijzonder willen wij weten hoe de aspecten van liquiditeit en solvabiliteit van de onder-aannemers is betrokken bij het selectieproces. Ook ontvangt de LPO graag een specificatie waaruit blijkt wat de meerkosten zijn als gevolg van het faillissement van de hoofdaannemer. Ik geloof dat er interrupties van mevrouw Bakeler of... Oh, sorry, nee, ik hoor wat roezemoes. Wat zeg je? Ik hoor niks, maar ik ben wel doof. Het is heel bevorderlijk. We gaan verder, voorzitter. 6. Waarom kiest het college ervoor om de financiële verrekening in 2015 te laten plaatsvinden in plaats van hiervan een dekking te zoeken in de begroting van 2016? 7. Wanneer wist het college dat er significant verlies geleden zou worden als gevolg van het faillissement van de hoofdaannemer? 8. Waarom is de raad hierover niet tijdig en volledig geïnformeerd over het ontstane verlies als gevolg van het faillissement? Tot de raadsbrief van 9 februari jongstleden is de raad door de verantwoordelijke wethouder Schelen voorgehouden dat het faillissement van de hoofdaannemer zeer beperkte gevolgen had. Namens de lokale partij Ommen, Leo Bongers. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Alvorens ik wethouder Schelen het woord geef namens het college. Het is misschien wel goed om even op de energetische opmerking in te gaan. Want het is inderdaad weer beangstigend koud. En ik, zelfs aan deze kant merkte ik net, en ik dacht dat ik wat ziek aan het worden was, dat ik begreep dat u het ook allemaal koud heeft. Dus dat is gewoon niet goed.
We zullen daar weer aandacht voor vragen, want het is natuurlijk niet de bedoeling dat we hier niet kunnen vergaderen. Ik vind ook dat dat echt moet verbeteren, want dat is eigenlijk niet te doen zo voor u. Het is ook geen aanstellerij, het is gewoon niet goed. Dus dat is heel vervelend. Wethouder Schelen, dan terug naar het onderwerp. Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, met de LPO is het college, ik denk eigenlijk heel om me, natuurlijk buitengemeen verheugd over het gereed komen van de vernieuwbouw van het Vegdo College. Maar er is inderdaad op het einde zijn er wel een aantal dingen gebeurd die ook financiële gevolgen hadden. Ik ga de vragen van de LPO even na. Het exacte voordeel van het schatkistbankieren. Het voordeel van het schatkistbankieren is een substantieel lagere rentelast. Die in ieder geval ook gevolg had voor de gemeentelijke begroting. En dat is voor de gemeentelijke begroting een structureel bedrag van 12.000 structureel. Op een termijn van 30 jaar is dat een bedrag van 360.000 euro. Voordat u al vergenoegd in de handen wrijft van, nou dat kunnen we dus direct weer bijboeken. Dat is al betrokken in onze gemeentelijke begroting. De exacte schade van asbest, hoe hoog is daar het bedrag van? Dat is 50.000 euro. Die is ons mondeling bekendgemaakt voor de kerst en in januari schriftelijk door het bestuur van het Vegdo College formeel bevestigd. Dat heeft ze gedaan in het kader van de totaal afrekening ook op ons verzoek. En dat is voor ons ook de reden om het daarna per omgaande aan u te melden. Dan, hoe hebben wij het inkoopproces geborgd, liquiditeit en solvabiliteit? Nou, aanbesteding is volkomen volgens de regels verlopen. Dat is gewoon een nationaal openbare procedure, gebonden aan wet en regelgeving. En ja, daar wordt natuurlijk ook gekeken naar solvabiliteit en liquiditeit. Maar, en dat is natuurlijk de grote maar, dat geeft natuurlijk geen garanties voor de ontwikkelingen van liquiditeit en solvabiliteit na de aanbesteding. Bij de inschrijving zelf verdeden alle partijen gewoon aan de gestelde eisen. Overigens mogen we best wel vaststellen dat het gros van de onderaannemers zijn werk gewoon heeft afgemaakt. Dan voegt de LPO een specificatie van de meerkosten als gevolg van het faillissement. Dat is een ingewikkelde. Want na het faillissement zijn met diverse onderaannemers afspraken gemaakt om onder condities zo spoedig mogelijk het werk te hervatten. We hebben uiteraard even zeg maar nagegaan van wat we daarover kunnen wisselen, want het is namelijk vertrouwelijke informatie uit de markt. Het zijn niet onze gegevens, het zijn bedrijfsgegevens. Ik snap dat dat voor u buitengemeen onbevredigend is. Daarom heb ik ook gevraagd of, indien u dat wenst, daarover apart contact mogelijk is. En dat is mogelijk. Ik heb intern even opgenomen dat daar ambtelijk contact over mogelijk is, maar ook de projectleider zei dus, het Vegdo College is bereid om u vertrouwelijk niet alleen die gegevens te laten zien, maar ook nadere uitleg te verstrekken indien u dat wenst. Maar nogmaals, het zijn dus niet gemeentelijke gegevens, het zijn bedrijfsgegevens. Dus dat is de reden waarom we daar ook voorzichtig mee om moeten gaan. Dan vroeg u naar het ontstaande verlies. Alleen u heeft dat mondeling en compensatie van het herkamp. U heeft het alleen hier niet zeg maar mondeling ingebracht. Dan weet ik niet of u die vraag alsnog wil stellen. Ik ben graag bereid om die alsnog te beantwoorden. Dat bespaart ons wellicht een tweede termijn. Dus laat ik dat direct maar doen. De heer Bongers zou namelijk ook graag van het college willen weten waarom het ontstaande verlies niet is gecompenseerd met bezuinigingen, bijvoorbeeld door het niet verplaatsen van het herkamp. De heer Bongers en ik voelen elkaar feilloos aan. Dat hebben we de afgelopen jaren ontwikkeld. Allereerst de extra kosten die gemaakt moesten worden. Die moesten natuurlijk worden gemaakt om het gebouw gewoon af te maken. En ja, als je kijkt naar het verloop van het proces, was bezuinigen na 1 oktober 2015 in feite geen optie meer. Want de school moest natuurlijk worden afgemaakt. Kijk, en dan kun je de zaak rekken. Maar het probleem daarbij is dat de school voor een belangrijk deel ook extern huurde. En dat betekent dus dat je externe huur extra had moeten betalen. Dus met andere woorden, dat zou ook niet helpen. En het niet verplaatsen van de kinderboerderij was op dat moment in feite ook niet echt meer een optie. Nog los van het feit dat het kinderboerderij dan een belangrijk deel van haar terrein zou moeten inleveren, want anders past het gewoon niet. Maar de procedures voor verplaatsing en aanbesteding waren toen al ingezet.
Dan vroeg u naar de verrekening op het jaar 2015 en niet in het jaar 2016. Beide kan in feite. Ambtelijk Financiën heeft aangegeven, nou, iets fraaier is omdat het betreft een activiteit die in 2015 plaatsvond, om het dan ook op 2015 te verrekenen. Maar het zou ook op 2016 hebben gekund. Wanneer wist het college dat er een significant verlies zou zijn? Nou ja, kijk, we gingen wel uit van een zeker verlies, maar dat significant zou zijn, dat wisten we pas zeg maar bij de kerst. Het venijn zat hier echt in de staart op twee punten. Het waren een aantal vertragingen, extra kosten. En daar zaten een aantal dingen in, waaronder het zogenaamde retentierecht. Het retentierecht is een recht van onderaannemers of van aannemers, dat als zij bepaalde spullen zeg maar in bezit hebben, dat ze daar ook zeg maar dat te gelden mogen maken, dat ze dus niet hoeven af te dragen. Nou, dat retentierecht is behoorlijk ingeroepen en daar heeft dus het Veghel College behoorlijk wat last van gehad. Dan de vraag van, goh, wanneer wist u het nou en wanneer heeft u de raad geïnformeerd? Nou, we hebben natuurlijk, toen wij rondom kerst hoorden van, goh, er zijn toch een aantal ernstige problemen, hebben wij een volledige rapportage gevraagd. Dus niet alleen de gewone afrekening, maar ook meer specifiek van, wat zijn die meerkosten? En dat hebben we toen in januari gekregen en dus ook per februari, kortom, jongstleden, u gemeld. Dat is in feite de procedure zoals we dat gedaan hebben. Overigens wil ik er nog wel bij zeggen, het bedrag wat uiteindelijk zeg maar, tekort is van 205.000 euro, is in absolute getallen natuurlijk een groot bedrag. Ik vraag u toch ook aandacht voor het feit dat het wel is op een bouwbudget van ruim 8 miljoen. Dank u wel. Dank u wel. Ik kijk naar de heer Bongers of die nog een aanvullende vraag heeft. De heer Bongers. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, nog één aanvullende vraag. De wethouder gaf al aan dat er een specificatie is geweest, is gemaakt met een eindafrekening. En om het proces toch transparant en ook verifieerbaar en controleerbaar door de raad te laten zijn, zou ik graag daar een kopie van willen ontvangen. Schriftelijk. Dank u, wethouder Schelen. Als ik het goed begrijp, zegt u van, goh, die eindafrekening zoals het Veghel College die heeft verstrekt, die wil ik ook graag zelf even zien. Dat is geen enkel probleem. Dat gaan we voor u verzorgen. Dank u wel. Dan kom ik bij het volgende punt op de agenda. Dat is het verslag van 4 februari. Er zijn geen meldingen opgekomen. En dat geldt ook voor het gewijzigd conceptverslag. Dan kunnen we die vaststellen. Dan kom ik bij de ingekomen stuk. Lijst raadsvergadering 18 februari. Heeft iemand daar iets bij de heer Bongers, LPO? Sorry, dat was mij geworden in de voorbereiding. Maar... Voorzitter. De heer Bongers. U was bij de lijst en ik was al bij de inhoud. Wij zouden graag bij de wijziging begroting BOH... 2016 ongenummerd, zouden wij graag op de agenda willen zien voor de komende raadsvergadering, want ik sluit niet uit dat daar een zienswijze op ingediend zal gaan worden. Wilt u alvast een tipje van de sluier oplichten, want dan kan de rest van de raad zich daar ook wel op voorbereiden. Het gaat over de begroting en ik neem aan dat elke collega die bestudeerd heeft. En daar staan een aantal zaken die wat ons betreft wel een zienswijze uitnodigen voor een zienswijze. En ik wil die TZT wel delen met de collega's. D'accord, dan gaan we dat merken. Dan komt hij via de agendacommissie ongetwijfeld hier terug. Dank u wel. En overigens nemen we de stukken ter kennisgeving aan. Dan kom ik bij de mededeling vanuit het college van BNW. Nou, ik denk dat wethouder ter keurs van een mededeling heeft. Voorzitter, dank u wel. Normaal citeer ik niet graag uit de krant. U hebt het denk ik allemaal gezien. De buurgemeente Van Harte Proficiat, Alwin ter Rietstap als initiatiefnemer in de Staten Van Harte Proficiat. Er zijn ook een aantal ambtenaren die achter de schermen heel erg hard hieraan getrokken hebben. Die krijgen maandag van de gezamenlijke gemeenten Ommen en Hardenberg een taart aangeboden namens de colleges in de verhouding 25-75.
daarmee is de heer Schelen ook weer gerustgesteld. 25 om en 75 Hardenberg, ter nadere toelichting. Daarmee zijn we er niet, nu begint het pas. Ik heb vanavond via diezelfde ambtelijke lijn gevraagd om ons zelf uit te nodigen om aan tafel te gaan zitten samen met PB Varsen. Om te komen tot een adequate invulling van de middelen die dankzij Provinciale Staten geforteerd zijn voor de knooppunt Varsen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan kom ik bij het volgende agendapunt. En inmiddels is mijn iPad ondanks de lading ermee opgehouden. Dus ik kijk verlangend naar de griffier voor de agenda. Mededeling hebben we gehad. Dan komen we bij het eerste en enige hamerstuk. Dat is de benoeming van lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle. Kunt u daarmee instemmen of wenst iemand daarover een hoofdelijke stemming? Mooi. Dan kom ik reeds bij de sluiting. Het is 9:55. Dat heeft u knap gedaan, gelet op de zware agenda's die we vanavond hadden. Dank u allen voor de aanwezigheid. Ik wens u een goede huisvaart. Ik hoop dat u thuis de kachel inderdaad nog even aan kunt zetten. En graag tot volgende week.